Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je baba oerum maakt. Wat hebben we nodig voor de baba? Bloem, boter, gist, eieren, honing, snuifje zout, opgeklopte gesuikerde room en cuvetjes. Voor de baba jus, water, suiker, sinaasappel, citroen, 1 vanillestok, bruine rum. We beginnen met ons baba-beslag. We nemen de menger en we nemen de boter. De boter die is op kamertemperatuur en die gaan we loskloppen. Dan voegen we de gist eraan toe. De bloem die mag er ook bij. Snuifje zout. De honing. En nu gaan we de eitjes 1 voor 1 bij ons beslag gaan doen. Ons baba-beslag die is mooi illegaal. Dus dit gaan we nu laten rijzen onder een handdoek gedurende 2 uur. Terwijl ons baba-beslag aan het rijzen is, zullen we onze baba-jus maken. Dus we nemen een kookpan, doen ons water erin, onze suiker, onze rum. Dan nemen we een vanillestokje, snijden de vanillestok mooi midden door en we gaan de vanille mooi er gaan uithalen. De vanille doen we erbij en de stok ook. Dan nemen we een citroen. Gaan we mooi met ons mes de schil eraf halen van de citroen en van de sinaasappel ook. Dat kan je ook doen met de dunschiller. We doen de schil van de citroen en de sinaasappel bij onze baba jus. Dit gaan we gaan afdekken met plastic folie. En we gaan de jus laten opkoken. Onze jus die kookt. En nu laten we dat 20 minuutjes trekken op een heel zacht vuurtje. Ons baba beslag die is heel mooi gerezen. En die gaan we nu in een spuitzak doen. We vullen de zak mooi op. We maken dat alle lucht eruit is. We nemen een sealpadmatje. En hier gaan we baba beslag in spuiten. De oven die hebben we voorverwarmd op 160 graden. En nu gaan we de baba's afbakken gedurende 9 minuutjes. De baba's die zijn mooi houtbruin gebakken. Nu nemen we onze jus. Nu doen we onze baba's in een ander pot. En nu gieten we onze warme baba jus op onze baba's. En nu laten we de baba's 15 minuutjes lekker weken in de baba jus. Nu gaan we onze opgeklopte gesuikerde room in een spuitzak doen. De baba's die hebben nu 20 minuutjes in de rumsiroop gelegen. De baba's die zijn mooi sponsig, als je erop duwt. Mooi elastisch. En nu gaan we die afwerken met gesuikerde room. Baba au rum. Een super lekker koffiegarnituurtje. First class. Zeker lekker. Tot de volgende keer.